zit nog een krokodil. Hap, hap. Kijks! En er is niet genoeg ruimte om er langs te rijden. De enige manier om er langs te komen is er overheen. Met middelpuntvliedende kracht. Kijk, deze tunnel is net een cirkel. Zolang we maar snel genoeg rijden, kunnen we in een cirkel rijden zonder te vallen. Kom mee, Stripes. Volg mij maar. Middelpuntvliedende kracht. Yeah! Het is gelukt. Nog meer krokodillen op ons pad. Hoeveel krokodillen tel je? 3. Goed zo. Met middelpuntvliedende kracht kunnen we er makkelijk langs. 1, 2, 3. Het is gelukt. Maar we zijn er nog niet. Hoeveel krokodillen tel je nu? 4. 1, 2, 3, 4. Goed zo. We zijn al bijna weer uit de grot. Maar kijk, de krokodillen blokkeren de uitgang. Hoeveel krokodillen tel je? 5. Tijd voor de middelpuntvliedende kracht. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah! Kikkeren je bil, krokodil. Hap, hap. Sneller voor die grote loop. Laten we gaan knallen. Ze gaat me strakjes op zijn kop, zonder te vallen. We zijn Trivigaat, dus de middelpuntvliedende kracht. We zijn Trivigaat, zo kun je rond blijven gaan. En ga je niet snel, dan kom je tekort. Hoe sneller je gaat, hoe sterker die wordt. We zijn Trivigaat, dat is de kracht waar. Deze tunnel barst het van de glimmende edelstenen. Kijk uit, please! Wow! Wieldoppen! Hoe komen we hier doorheen zonder geraakt te worden door vallende edelstenen? Ik weet iets. Dat kunnen we voorkomen als we voorspellen waar ze terecht gaan komen. Ja! Bij een voorspelling gebruik je de informatie die je hebt om in te schatten wat er gaat gebeuren. Kijk, nog meer edelstenen, recht voor ons. We weten al dat de edelstenen vallen in de richting waar ze naartoe hellen. Op welk spoor denk je dat ze gaan vallen? Het gele spoor of het blauwe spoor? Het blauwe spoor, ja! Vlug, dan nemen we het gele spoor. Ja! Onze voorspelling was juist! Yeah! Woehoe! Yeah! Maar let op, er zijn hier nog meer vallende edelstenen. Op welk spoor denk je dat ze dit keer zullen vallen? Het gele spoor of het blauwe spoor? Het gele spoor! Ja! Yeah! Yeah! Onze voorspelling klopte! En kijk! Daar is een weg naar buiten. Maar we moeten wel eerst nog langs die laatste edelstenen. We gaan weer voorspellen. Op welk spoor denk je dat ze deze keer vallen? Het gele spoor! We zijn weer terug in de race. Wow, kijk uit. Wieldoppen. Die happende robot eet de hele racebaan op. Oh nee, we kunnen nooit finishen als we niet naar de overkant kunnen.
Maak je geen zorgen, Stripes. Die happende robot houdt ons niet tegen. Wij hebben leeuwen en tijgers springkracht. Yeah! Leeuwen en tijgers zijn allebei grote katten. En katten hebben sterke spieren in hun achterpoten waarmee ze ver kunnen springen. Klaar, Stripes? Klaar! Grote katten! Sprong! Oké! Het is gelukt! Maar nu door. En wees voorzichtig. Happy de happende robot is hier vast nog ergens in de buurt. Hap, 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 hap. Ik hoor hem. Zoek je mee naar Happy? Dan springen we over hem heen. Als je straks Happy op de baan ziet, roep dan Happy. Hap, 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 hap. Hap, hap, hap. Happy! Hé? Happy! Mooie sprong! Maar blijf voorzichtig, jongens. Happy is nog steeds ergens in de buurt. Als jullie Happy weer zien, roep dan Happy! Hap, hap, hap. Happy! Happy! Blijf goed kijken. Als jullie Happy weer zien, roep dan Happy! Happy! Hap, hap, hap! Blijf volhouden, jongens. We zijn er echt bijna. Als jullie Happy nog een keer zien, roep dan Happy! Happy! Oké! We zijn weer in de race! Voorzichtig, monsterwielen! Die reuze octopus gaat nog meer water spuiten. Kijk, daar komt een enorme waterdruppel. En daar heb je er nog twee. Hoeveel druppels zijn dat bij elkaar? Drie, ja! We absorberen ze met de mop! Eén, twee... Drie! Yeah! Handige dingen, die moppen. Kom op, we moeten weer verder. Kijk uit, jongens. De octopus gaat nog meer water spuiten. Daar komen weer twee druppels. En daar nog twee. Hoeveel druppels zijn dat bij elkaar? Vier, ja! Eén, twee, drie, vier! Het is ons gelukt! Maar zet je schrap, de octopus gaat nog meer water spuiten. Twee druppels en nog één en nog twee. Hoeveel druppels zijn dat bij elkaar? Vijf, ja! Klaar? En... absorbeer! Eén, twee, drie... Vier, vijf! Yeah. Het is weer gelukt! Dan is er nog één ding dat we moeten doen. Op de groene knop drukken om de octopus te laten krimpen. Maar we moeten wel opschieten. Hij maakt zich klaar om nog meer water te spuiten. Kom op, Watts. Het is tijd voor lichtsnelheid. Oh ja! Wil je dat we met lichtsnelheid gaan? Zeg dan knallenblaze. Knallenblaze! Het haalt de boomstam uit balans. Om in balans te komen hebben we aan de andere kant iets nodig dat net zoveel weegt als Stripes en ik. De junglehoorn. Ik kan hem gebruiken om mijn vrienden te roepen. Ze kunnen ons vast helpen. Het lukt! Daar komen de kikkers! We gaan kijken of de kikkers net zoveel wegen als Blaze en Stripes. Over een vizierzicht.
Deze stripes wegen 11. En met elkaar wegen de kikkers... Welk nummer is dit? 3! Ja! Maar 11 is meer dan 3. Dat is niet genoeg om in balans te zijn. Snel, Stripes. Blaas nog eens op je jungle horen. Kijk, daar komen de papegaaien. En daar zijn de apen. We gaan kijken hoeveel die kant nu weegt. Welk nummer is dit? 9. Dat is veel. Maar het is nog niet zoveel als Blaze en Stripes. Kom op, Stripes. Blaas nog maar een keertje. Daar is de panda terug. Nu? 11! Ja! Ze wegen net zoveel als Blaze en Stripes. Oké dan! Het is gelukt, Stripes. Door jouw vrienden is de boomstam in balans. Woehoe! Yeah! Bedankt, dieren. Oké, goed dan. Gaan jullie mee? Dames en heren trucks, het is tijd om te gaan racen! Ja! Racers, zijn jullie er klaar voor? Ik ben er klaar voor en ik ben de enige aan de start. Op jullie plaatsen? Klaar voor de start? Huh? Wacht, nog heel even! Nee, niet wachten! Het zal toch niet? Ik hoop het niet. Het zijn Blaze en Aging! En Watts en Gabby! Ze zijn terug! Hallo, Crusher! Wat had ik je nou gezegd? Oh, nee! Racers, op jullie plaatsen! Klaar voor de start? Oh! Ze zitten vlak achter me. Ik moet iets doen om ze tegen te houden. Vals spelen. Oh, kijk. Crusher heeft de racebaan geblokkeerd. Nou, dat houdt ons niet tegen. AJ. Gabby. Geef ons langs. Elektrische race! Wat een schokkende overwinning! De spanning stroomt door het publiek! Stripes moet nu springen! Zeg, spring, Stripes! Spring, Stripes! Het is gelukt! Ik voelde dat de wind me duwde. Oh, maar de volgende rots is wel heel ver weg. Om verder te springen, heeft Stripes dus nog meer windkracht nodig bij zijn sprong. Om bij de volgende rots te komen, moet Stripes springen bij windkracht 10. Tellen jullie mee tot 10? We beginnen bij 6. 6. 7. 8. 9. 10. Oké, zeg spring, Stripes. Spring, Stripes. Oké. Nog maar één sprong te gaan. Hé, jongens, dit is wel een mega grote sprong. En ik heb echt geen zin om in die bubbelende bende te vallen. Maak je maar geen zorgen, we helpen je. Stripes heeft nu nog meer windkracht nodig. Om naar de overkant te kunnen springen, moet hij gaan springen wanneer de windmeter 16 aangeeft. Tellen jullie mee tot 16? Begin met 10. 10. 11. 12. 13, 14,
15, 16! Zeg, spring, Stripes! Spring, Stripes! Ah, het is gelukt! Ik heb de mast! Ja! Goed gedaan, Stripes! Mooie sprong! Ha, bedankt, jongens. Dan brengen we nu de mast naar Gabby, zodat ze hem terug op de boot kan zetten. Elektrische lading! Wieldoppen, dat is een truck met elektrische banden! Geweldig! Hey, wie heeft die schans gerepareerd? Ikke. Mijn naam is Gabby. En dit zijn mijn vrienden Blaze en AJ. Leuk jullie te ontmoeten. Mijn naam is... Wat? Wow! Wat? Wat een mooie elektrische banden. Ze zijn fantastisch. Bedankt, Gabby. Hey, ik wil die nieuwe schans wel proberen. Heb je zin om mee te gaan? Dan ben jij mijn coureur. Coureur? Maar ik ben eigenlijk nog nooit iemands coureur geweest. En ik heb nog nooit een coureur gehad. Nou... Wat zeg je ervan? Ja, ik ga ervoor. Klaar, Bart? Klaar! Elektrische lading! Dat was geweldig, meiden! Kom op! Dan gaan we verder! Komen jullie ook? Woehoe! Vooruit, ga je mee? Kom maar op! Blank gas! Door de bocht en recht vooruit. Doe een jump! Blank gas! We gaan op weg! Klaar voor actie, supersnel! We rijden hard! Lekker schudden, we redden het wel! Geen tijd verspild! Versnellen maar, wij gaan op weg. Phew, bedankt Blaze. Ik zou een flinke smak gemaakt hebben. Ja, maar hoe komen we over een brug die zomaar in elkaar kan storten? Ik denk dat ik al weet wie ons kan helpen. Het tijgerstandbeeld. Wow! Oeh, standbeeld. Weet jij hoe we over die in elkaar stortende brug kunnen komen? Luister goed, mijn vrienden. Ik leid jullie wel over de wegen. Als jullie over de brug gaan, blijf dan op het cijfer 9. Het cijfer 9? Hey, moet je zien. Op die brug staan allemaal cijfers. En het standbeeld zei dat we veilig zijn zolang we op de stenen blijven met het cijfer 9 erop. Ja, zoek je met ons mee? Waar zien jullie het cijfer 9? Daar, ja! Dat is het cijfer 9! Klaar, Stripes? En spring! Yeah! Het is gelukt! Phew. Gelukkig zijn we niet op een van die andere cijfers gesprongen. Kom op! We zoeken naar de volgende steen met het cijfer 9 erop. Waar zien jullie het cijfer 9? Daar! Ja! Tijger! Sprong! Ja! Mooie sprong, jongens! Moet je zien! We zijn al bijna aan de overkant van de brug. We moeten alleen nog één cijfer 9 zien te vinden. Waar zien jullie het cijfer 9? 9! Ja, dat is hem! Oh, dat wordt een hele grote sprong. We kunnen het, toch Blaze? Juist! Tijger sprong! Yay! Het is gelukt! Nou, we hebben de elektriciteit. Dus moeten we nu op zoek naar een trein. Kom op!
We gaan bouwen en veranderen mij in een metrotrein. Eerst maken we de wagon waarmee we de passagiers vervoeren. Voor de metrowagon roep metrowagon. Metrowagon! En dan maken we nu de geleider. Die stuurt elektriciteit van de rails naar de motor. Voor de geleider roep geleider. Geleider! En als laatste maken we de wielen. Als de motor elektriciteit krijgt, dan laat hij de wielen rollen. Voor de wielen roep wielen. Wielen! Oh yeah! Ik ben een metrotrein monstertruck! Wow! Stap in, Wats. We moeten onze vrienden gaan redden. Hou je vast! Dit is geweldig! We hebben AJ en Gabby echt zo ingehaald! Oh, maar wacht eens! Er ligt iets op de rails en het blokkeert het spoor! Snel, Blaze! Je moet naar een andere baan springen! Zoeken jullie mee naar een spoor dat helemaal vrij is? Welk spoor kunnen we pakken? Het gele spoor? Het blauwe spoor? Of het rode spoor? Het rode spoor, ja! Dat is helemaal vrij! Hou je vast, Wats! Oké! Maar wacht! Er ligt nog meer! Welk spoor kunnen we nu het beste nemen? Het blauwe spoor! Ja! Ja! Goed zo! Wow! Op welk spoor moeten we nu rijden? Op het rode spoor! Ja! Welk spoor moeten we nu kiezen? Het gele spoor! Zet hem op, Blaze! Oké! Ja! Het is gelukt! Als we deze lichtstraal op de bloem kunnen laten schijnen, dan kan hij ons de rotswand ophelpen! Maar hoe krijgen we dat licht nou op de bloem? Hey, ik weet wat we nodig hebben. Een spiegel! Ja, spiegels reflecteren namelijk het licht. Als een lichtstraal de glanzende deeltjes in een spiegel raakt, wordt het licht weer teruggekaatst. Kom op, we proberen het! Het werkt! Het zonlicht weerkaatst in de spiegel. We gaan het licht op de bloem laten schijnen. Schijnt het zonlicht nu op de bloem? Nee, nog niet. We bewegen de spiegel zodat het licht in een andere richting weerkaatst. Schijnt het zonlicht nu op de bloem? Ja! En dat laat de bloem groeien. Vlug, spring erop, jongens! Het is gelukt! Door het licht is de bloem supersnel gegroeid. En kijk, daar is nog een bloem. Als we de lichtstraal op die bloem richten, dan kunnen we nog hoger komen. Kom op, we gebruiken onze spiegel. Schijnt het zonlicht nu op de bloem? Ja! Vlug, spring erop, jongens. Oké, we zijn al bijna boven. Ja, we hoeven nu nog maar één bloem te laten groeien. Het is spiegeltijd. Schijnt het zonlicht nu op de bloem? Nee, we bewegen de spiegel. Schijnt het licht nu op de bloem? Ja! Om langs deze robot te komen, hebben we iets nodig wat door al dat hout kan snijden. Eens kijken. Ik heb een broodrooster en een
een zaag. Welke van de twee kunnen we gebruiken om er hout te snijden? Het broodrooster of de zaag? De zaag, ja! Elektrische lading! Ja! 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 Gaat lekker, Blaze! En kijk! We zijn al bijna van de vuilnisbelt af! Oh, nee! Bats, zoek dekking! Alle moeren! Er is dus nog een robot! En hij gooit met grote stukken ijs! Rustig maar, Blaze! Ik zoek wel iets waarmee we dat ijs kunnen smelten. Ik heb een haardroger en een wekker. Wat kunnen we gebruiken om ijs mee te smelten? De haardroger of de wekker? De haardroger! Elektrische lading! Dat ijs is mooi gesmolten, Blaze. Bedankt, Watts. Met jouw elektriciteit gaat het ons zeker lukken om onze vrienden te redden. Elektrische lading! Oeh, die dragers lijken niet zo stevig. Om die zware stenen te kunnen dragen, is er een constructie nodig die stevig staat. Welke heeft de stevigste constructie? Die daar, ja! Die heeft 3 dragers. De andere constructie heeft er maar 2. Klaar? Spring! Yeah! Goed gedaan! Hierheen, jongens! Ja! Yeah! We zijn nu voorbij de lava. En kijk, Funky. Daar is jouw huis. Funky! Kom mee, kleine vriend. Dan brengen we je snel naar de top van de vulkaan. Nog maar een klein stukje. Funky! Wieldoppen, kijk uit! Oh nee, het pad is weg. Nu kunnen we Funky niet naar huis brengen. Funky! Maar hoe komt Funky dan weer thuis? Funk? Hey, kijk! Funky slaat met zijn vleugels. Hij probeert naar huis te vliegen. Helemaal alleen. Goed zo, Funky. Sla met je vleugels, zoals je hebt geoefend. Funky, 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 Funky. Goed zo, Funky. We wisten wel dat je het kon. Funky! Oké, hij is thuis. Bats, moet je kijken. Daar staat een kraan. Als we die aanzetten, kan hij ons naar de bubbel tillen. Regel ik, Blaze. Ik zet deze kraan in beweging met mijn elektrische lading. Oh, de kraan. Hij doet het niet. Om zo'n hoge kraan aan het werk te krijgen, moet de elektriciteit helemaal naar boven, naar de top. En daar is zoveel elektriciteit voor nodig. 12 ampère. Wow, zoveel elektriciteit heb ik nog nooit eerder gemaakt. Maar ik ga het proberen. Kom op, help.
helpen jullie mij om 12 amperen te maken? Tel maar mee tot 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Wow, het is je gelukt, Mats! De elektriciteit stroomt nu door de hele kraam. Hij doet het! Wow, yeah! 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 Wow! Yeah! Wow! Yeah! Wow! Yeah! Oh, yeah! Okay. We zijn vrij! Hou je goed vast, allemaal! We gaan naar beneden! We zijn gered. En precies op tijd. De race is nog niet begonnen. De race? Dat was ik bijna vergeten. Hoe komen we daar op tijd? Zo te horen is het tijd voor wat lichtsnelheid. Yeah! We gaan racen. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Roep knallenblaze. Knallenblaze! Ik heb hier nog een tandwiel. Hebben we nu 3 tandwielen? Ja! Hij doet het! De motor laat de tandwielen draaien. En de attractie doet het weer. Je hebt hem gered. Oh, bedankt, Stripes. Help! Kijk, daar zweeft Peggy bij het reuzenrad. Maar het reuzenrad heeft ook geen tandwielen. We moeten het repareren om Peggy te kunnen redden. Het reuzenrad heeft 4 tandwielen nodig. Kijk hier eens. Hier liggen tandwielen. Zijn dat 4 tandwielen? Ja, dat zijn er 4. Oké. Oké. Nu hoeven we nog maar 1 kleine panda te redden. Kleine Polly. En kijk, zijn zeepbel zweeft daar bij de raketvlucht. We hebben 5 tandwielen nodig om die te repareren. Daar liggen wat tandwielen. Zijn dat 5 tandwielen? Nee, dat zijn maar 3 tandwielen. Ik heb hier nog een tandwiel. Zijn het nu 5 tandwielen? Nog niet. Misschien nu wel? Zijn dit 5 tandwielen? Ja! Ik heb nog nooit van ijsvulkanen gehoord. Ik bedoel, wat is eigenlijk een ijsvulkaan? Ik zit vast in het ijs. Nu zitten wij ook vast. Wow, veel alle spatlappen. Wow, oh nee. Blaze, kijk uit. Wow. Wow. Goed, dat scheelde niets. Wieldoppen, onze vrienden zitten vast in het ijs. We moeten ze helpen. Ze gaan richting de ringen van Saturnus. Kom mee. Wow, de ringen van Saturnus bestaan uit ijs. Blaze, we zijn hier. De
Dat klinkt als Stripes. We moeten uitzoeken in welk stuk ijs hij zit, zodat we hem kunnen losbreken. Stripes zit vast in een stuk ijs met deze vorm. Welk stuk ijs heeft dezelfde vorm? Dat daar, ja! Hou vol, Stripes! Hey, bedankt, vriend! Blaze, we zijn hier! Hey, dat zijn Watts en Gabby! Watts en Gabby zitten vast in een stuk ijs met deze vorm. Welk stuk ijs heeft dezelfde vorm? Dat daar, ja! Ja! Woehoe! Yeah! Dank, Blaze! Hey, we zijn hier, jongens! Dat klinkt als Starla. En Darrington! Darrington en Starla zitten samen vast in een stuk met deze vorm. Welk stuk ijs heeft dezelfde vorm? Dat daar, ja! Ja! Bedankt, partner! Dan is er nu nog één vriend die we moeten redden. Zeg! Geen zorgen, Zeg. We vinden je wel. Zeg zit vast in een stuk ijs met deze vorm. Welk stuk ijs heeft dezelfde vorm? Dat daar, ja! Ja! Yippie! Blaze red Zeg! Graag gedaan hoor, maatje. Wow! We zijn we allemaal samen. Dat klopt. Niets houdt ons nog tegen. Want wij hebben ruimte robot krachten! Hey, het is jullie echt gelukt. De schommel is nu in balans. Kom mee, we springen naar de volgende. Ben je er klaar voor? Klaar. Ja, het is gelukt. En we zijn helemaal in balans. Oeh, kijk, dat zijn vlinders. En nee, er zit er nu een aan jouw kant, Blaze. Nu wegen we niet meer hetzelfde aan beide kanten. Snel, we moeten nog een vlinder zien te vinden. Voor aan de andere kant. Zien jullie ergens een vlinder? Ja, dat is er een. Hey, vlinder! Kun je ons in balans brengen? Ah, het is gelukt! Nu er aan beide kanten een vlinder zit, zijn we weer in balans. Kom op, we gaan naar de volgende schommel. Mooie sprong. Pas op, nog meer vlinders. Blaze, ik glijd! Er zitten drie vlinders bij Stripes. En aan onze kant zit er maar één. Vlug! Aan onze kant van de schommel moeten er dus nog twee vlinders bij. Zien jullie nog twee vlinders? Ja, daar! Hey vlinders, komen jullie ons helpen? Gelukt! Nu zijn we weer perfect in balans. En kijk eens, daar is het einde van het moeras. Oh, dat is een hele grote sprong. Kom op, we springen tegelijkertijd. We tellen tot drie. Tel je mee? 1, 2, 3! Yeah! Woehoe! Gelukt! We gaan snel weer verder, want we moeten Crusher nog inhalen. Ja, ik wil mijn junglehoorn terug hebben. AJ, geef me plankgas. Kom op, jongens. Pak maar wat sponsen, dan kunnen we daar het water mee absorberen. Ja. Ja. Yeah. Het is gelukt! Al het zeepwater is geabsorbeerd. En kijk, daar gaat de reuzenspeelgoedtrein. De trein heeft alweer gemorst. Deze keer is het glibberige sinaasappelsap. Hey, misschien zit er iets in deze krat wat het sap kan absorberen. In deze kratten zitten bakpannen en handdoeken. Waarmee kun je het sap absorberen? Met een bakpan of met een handdoek? Dat gaan we onderzoeken.
De bakpan absorbeert geen sinaasappelsap. Maar het sinaasappelsap verdwijnt wel in de handdoek. Hij absorbeert. Kom op, pak allemaal een handdoek. Ja. 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 Het is gelukt. Ja. Kijk eens, we hebben de speelgoedtrein bijna te pakken. Oh nee, de reuze speelgoedtrein heeft weer gemorst. En nu moeten we eerst door een grote plas superglibberige chocolademelk. Misschien zit hier iets in wat absorbeert. We hebben een moersleutel en servetten. Wat zou de chocolademelk absorberen? De moersleutel of de servetten? Oké, dan gaan we dat nu onderzoeken. De moersleutel absorbeert geen chocolademelk, maar de servetten zuigen alles op. Servetten, doe jullie werk! Ja. Ja. Yeah. Het is gelukt! Daar gaat de reuzenspeelgoedtrein. AJ, geef me plankgas! We hebben de knop ingedrukt. Hey, kijk, de speelgoedtrein wordt nu kleiner en kleiner. Oh, kijk, nu kunnen we weer spelen met de trein. Nog een dichte deur. We maken hem weer open met het grote danssymbool. Kijk naar die spinnenplaatjes op de muur. Zijn er meer roze spinnen of groene spinnen? Roze spinnen, juist. Het aantal roze spinnen is groter dan het aantal groene spinnen. Kom op, jongens! Kijk, Pikkel, daar heb je hem. De schat! Wauw, nu kan niets ons meer tegenhouden. Behalve dan die kippen. Kippen? Vlug, we maken de deur weer open met het groter danssymbool. Kijk heel goed. Zijn er meer blauwe kippen of meer rode kippen? Blauwe kippen, ja! Het getal van de blauwe kippen is groter dan het getal van de rode kippen. Het is gelukt! En precies op tijd! Ja! Want daar komen de kippen! Hierheen, jongens. Vlug, kom op! Yeah! Kijk, we zijn bij de schatkist! Nu kunnen we eindelijk zien wat erin zit. Ga je gang, Crusher. Maak maar open. Oké, daar gaat hij dan. Wow! Hij is prachtig. En de schat is... roomijs. Wow! Er was zoveel roomijs dat iedere schatzoeker kon snoepen van zijn lievelingsmaken. En er was zelfs genoeg voor onze nieuwe vrienden. Ja! Het was de lekkerste schat aller tijden. Start hem maar en geef gas. Ik hou van dat geluid. We gaan supersnel. Racen maar vooruit. Kom op, kom op. We doen nu niet kapjes aan. Plankgas, kom op, plankgas. Plankgas, kom op, plankgas. Wow! Dat is de grootste looping die ik ooit heb gezien. Die looping houdt ons echt niet tegen. Kom mee, wie het laatst is, heeft een rustige bumper. Wow!
Volgens mij is die looping toch iets te groot. Komt goed, Stripes. We kunnen die looping wel nemen. Wat we nodig hebben is middelpuntvliedende kracht. Ja, middelpuntvliedende kracht zorgt dat je in een cirkel blijft bewegen. Deze grote looping is gevormd als een cirkel. Zolang we snel genoeg blijven rijden, is de middelpuntvliedende kracht sterk genoeg en kunnen we rond blijven rijden zonder te vallen. Ah, we gaan ervoor! Help ons de looping te nemen met middelpuntvliedende kracht. Roep middelpuntvliedende kracht. Middelpuntvliedende kracht! Oh, geweldig! Yeah! Wij komen jullie redden! Rustig maar, kleine zebra. We komen je helpen. Graag gedaan, dieren! Kijk, daar zijn onze vrienden. Het is weer gelukt! En precies op tijd! We moeten nog een hoop dieren redden. Kom op, robots. We gaan direct aan het werk. We zitten vast. Die rank is te sterk. Ik kom niet meer los. Die rank is echt heel sterk. Maar ik weet iets wat er doorheen gaat. Uitschuifbare klauwen. Hou vol, Blaze. Wow. Bedankt, Stripes. Wat een goed idee om je klauwen te gebruiken. Hoor je dat? Dat klinkt als nog een racer met problemen. Volg mij! Jongens, kijk! Hierboven! Het is Bam de gorilla. Hou vol, Bam. Wij helpen je wel. Kijk je mee welke rank we moeten doorsnijden om Bam te bevrijden? Er is een rank met rode blaadjes, een rank met paarse blaadjes en een rank met gele blaadjes. In welke rank zit Bam verstrikt? De rank met rode blaadjes, ja! Grote katten klauwen! Oho! Woehoe! Ik ben vrij! Dankzij jullie! Blaze! Stripes! Dat klinkt als Nelson de neushoorn. Kom mee! Ik kom niet meer los! Komt goed, Nelson. Wij krijgen hier wel het. Welke rank moeten we doorsnijden om Nelson te bevrijden? De rank met de blauwe blaadjes, ja! Wauw, wat is het fijn om weer vrij te zijn. Hé, hey, heeft iemand Bink gezien? Help! Kom mee! Kijk, daar is hij. We krijgen je wel weer los, Bink. Nu zijn er 4 ranken. Welke rank moeten we doorsnijden om Bink te bevrijden? De rank met de oranje blaadjes, ja! Bommetje! Goed zo! Gesleed, team! De weg wordt geblokkeerd door...
Grote, stekelige kaktussen van ijs. Dat zijn ijskaktussen. We kunnen niet door die ijskaktussen rijden. Dus moeten we iets bouwen waarmee we er overheen kunnen. Ja, we bouwen stelten. Stelten die 5 meter hoog zijn. Kiepwagen, zeg! Kom op, we gaan meten. Welk stuk heeft een hoogte van 5 meter? Het rode, juist! Kom op, team. We bouwen de stelten. Het gaat lukken. We stappen over de stekelige ijskaktussen. Daar verderop, de grote bouwwedstrijd. We zijn er bijna, maar we kunnen daar niet naartoe rijden. Maar wacht eens, wat we wel kunnen doen is vleugels bouwen om naar de wedstrijd toe te vliegen. Ja, en daarvoor hebben we vleugels nodig met een breedte van 8 meter. Let goed op, welk stuk heeft een breedte van 8 meter? Dat oranje stuk, ja! Kom op, team! Vlieg maar mee! Kiepwagen vliegt! Bouwwedstrijd, we komen eraan! Als we uit de grot willen komen, moeten we echt heel snel zijn. Het is tijd voor lichtsnelheid. Wil je dat ik met lichtsnelheid ga? Roep knallenblaze! Knallenblaze! Dat klopt, Bats. En dan draai ik hem nu weer terug waar die hoort. Verbinders, alsjeblieft. Oh, yeah! Woehoe! Yeah! Goed zo! Hé, Bats. Phew! Wat is het fijn om weer te kunnen rijden. Bedankt, jongens. Graag gedaan, Watts. We zijn ontzettend blij dat je weer kunt rijden. Maar er is één ding wat nog ontbreekt. En dat is? Jij! Mijn coureur! Stap in, Gabby! Oké! Klaar, jongens? Klaar! Elektrische lading! Met constructieberekening bekijk je hoe je dingen moet bouwen, zodat ze meer gewicht kunnen dragen. Over officierzicht. Om over de brug te kunnen rijden, moet de brug 10 ton kunnen dragen. Maar nu kan de brug maar 2 ton dragen. We moeten die gaten in de pijlers repareren. Please, AJ, hierin! Hier ligt iets waarmee we de brug sterker kunnen maken. Goed werk, Stripes! Om de eerste pijler te maken, hebben we een stuk nodig met deze vorm. Welke van deze stukken heeft dezelfde vorm? Dat stuk, ja! Kom mee, we zetten hem in de pijler! Ja! Yeah! Past perfect! Nu
kan de brug dit gewicht dragen. Hoeveel is dat? 4, ja! Maar om over de brug te kunnen rijden, moet de brug 10 kunnen houden. We zoeken het stuk om de volgende pijler te kunnen maken. Het stuk wat we zoeken heeft deze vorm. Welk stuk heeft dezelfde vorm? Dat stuk, ja! Laat mij maar even! Dank je! Yeah! Mooie wormstripes! Nu kan de brug dit gewicht dragen. Hoeveel is dat? 7, ja! We hebben nog maar 1 stuk nodig voor in de laatste brugpijler. Funky-funk! Helpen jullie ons een stuk te vinden met deze vorm? Welk stuk heeft dezelfde vorm? Dat stuk, ja! Yeah! Goed zo! Funky! Nu kan de brug een gewicht dragen van 10. En dus kunnen we veilig over de brug. Ja! Funky Funk! Planetoïden, ze komen deze kant op! Oh nee! Dit slecht! We moeten die grote rotsen zien tegen te houden. Maar hoe? Ik weet wel hoe we ze kunnen stoppen met onze laserblasters. Tjoebie! Ik wist niet dat we lasers hadden. Daarmee schieten we die planetoïden in stukjes. Maar we moeten opschieten. Daar komen al 3 planetoïden. Kom op. We moeten onze laserblasters programmeren. We geven ze instructies. Kijk je mee? Met deze instructies schieten de robots met hun lasers. En door de instructie te herhalen, weten ze hoeveel keer. Voor 3 planetoïden moeten we 3 keer schieten. Welke van deze is het getal 3? Ja, dat is 3. De instructies zijn vooruit, schiet, herhaal 3 keer, stop. Ze zijn geprogrammeerd. Vooruit en schiet er maar. 1, 2, 3 en stop. Woehoe! We hebben ze. Kom aan, planetoïde. Blaze, we kunnen wel wat hulp gebruiken. Er komen nog 7 planetoïden deze kant op. Oké, we zullen deze keer dus 7 keer moeten schieten. Welk van deze is het getal 7? Ja, dat is 7. We hebben een instructie. Vooruit en schiet er maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En stop. Goed gedaan, jongens. Zo te zien hebben we met alle planetoïden afgerekend. Wil je dat we met lichtsnelheid gaan? Roep knallen, Blaze! Knallen, Blaze! Yeah! Hey jongens, kijk! Daar staat het wenswiel! Wow! Dan kunnen we nu eindelijk een wens doen! Oh, ik weet iets! We wensen wat ik wil! 'S Werelds grootste trofee! Of we wensen wat ik wil! Augurken! Of wat dachten jullie van een supergrote beker met ijs? Of een luchtvol vuurwerk. Wow, dat klinkt allemaal goed. Maar denk eraan, het wenswiel kan maar 1 wens per keer laten uitkomen. Maar wie mag de wens dan doen? Ik vind dat Blaze het mag doen. Ik? Ja. Niemand van ons had het gered zonder jou, Blaze. Jij kreeg ons langs die krokodillen.
En die stampende olifant. En vergeet die grote slang niet. Ah, hij hielp ons inderdaad wel een beetje uit de problemen. Zeg het maar, Blaze. Doe maar een wens. Oké. Wacht eens even. Ik weet al wat ik ga wensen. Hij wenst mijn trofee. Vol met S. Met augurken erop. En vuurwerk. Ja, mijn wens was dat de wensen van iedereen zouden uitkomen. Ja! Kom op, we gaan meten. Als eerste meten we de lengte van de ramptruck. Tel je mee? 1, 2, 3, 4, 5. En nu meten we zijn breedte van links naar rechts. Ja! We meten zijn breedte. Tel je mee? 1, 2, 3, 4. Mooi! En dan hebben we nu nog één maat van hem nodig. We meten de hoogte van de ramptruck. Tel je mee? 1, 2, 3, 4. Dat wil zeggen, we hebben een bed nodig voor een ramptruck met een lengte van 5, een breedte van 4... en een hoogte van 4. Zet hem op, team. Dan gaan we bouwen. Bed klaar. En daar komt de ramptruck. Ramptruck gaaf! Hij slaat weer lekker verder. Het is gelukt. Ons bed had de juiste maat. Oké! Heel goed gedaan, bouwvakkersteam. Kom mee, dan rijden we zo snel mogelijk weer terug naar de bouwwedstrijd. Welterusten, ramptruck! Oh nee! We hadden bijna de dierenkrachten van onze vrienden weer terug. Er moet een manier zijn om aan de knabbelklemmen te ontsnappen. Er is maar één diersoort die uit deze knabbelklemmen kan ontsnappen. Een leeuw. Ja, leeuwen hebben verborgen klauwen in hun poten. Als ze dat willen, slaan ze ze uit. Leeuwenklauwen zijn handig bij het klimmen en bij het jagen op voedsel. En perfect voor het losbreken uit deze klemmen. Kom op. Dan veranderen we mij in een leeuwmonstertruck. We beginnen met de manen. Dat zijn de lange haren rond de kop van de leeuw. Voor de manen, roep manen. Manen! Goed zo! En dan gaan we nu naar het belangrijkste deel. Scherpe, uitschuifbare klauwen. Voor de uitschuifbare klauwen, roep uitschuifbare klauwen. Uitschuifbare klauwen! Oh yeah! Ik ben een leeuw monstertruck! Rauw! Jouw beurt, Stripes. Wow! Woehoe! Ik ben Super Tijger Stripes! Rauw! Klaar, Super Tijger Stripes? Klaar! Dan laten we die gasten eens zien wat leeuwen en tijgers allemaal kunnen. Ja! Wat blijven jullie daar nou staan? Gooi meer knabbelklemmen. Pak ze! Ja! Ja! We gaan die krachten weer teruggeven aan de rechtmatige eigenaars. Oh, ik kan vliegen! Mijn slurf! Hij doet het!
sterk te zijn! Onze krachten zijn terug! Oh nee! Onze vrienden hebben een probleem! We moeten ze helpen! Rustig maar, Zeg. We krijgen je wel weer uit het touw vandaan. Hé, hey, misschien kan deze scherpe schaar ons helpen met dat touw. Ja, we gaan voorspellen wat er dan gebeurt. Wat zou er gebeuren als we met de schaar in dat touw knippen? Oké, kijk maar eens mee. Woehoe! De schaar knipte het touw door. Yeah! Zeg is los! Schaar knipt touw door! Goede voorspelling! Dat is Stripes. Hij zit vast in een grote bol roomijs. Hey, wat als we deze haardroger op het ijs richten? Ja, een haardroger blaast heel warme lucht. Wat denk je wat er gebeurt als we warme lucht op het ijs blazen? Oké, we gaan het proberen. Oké. De haardroger heeft het droomijs gesmolten. Ik ben vrij. En verrukkelijk. Zeg, benieuwd waar Starla is. Jongens, ik vlieg in de lucht. Oh nee! Starla vliegt heel hoog de lucht in! Hoe krijgen we haar weer omlaag? Zeg helpt! Zeg heeft scherpe stok! Goed idee, Zeg! We kunnen met die scherpe stok in de ballon prikken! Wat denk je dat er gebeurt als je met een scherpe stok in een ballon prikt? Ja? Laten we eens kijken of dat klopt! Hij prikt alle ballonnen led. Oh, zoveel lijm! Oh, plak niet vast, plak niet vast, plak niet vast! Oh, ik zit vast. Wacht maar, ik kom al! Joe, bedankt, Robot. Help, we zitten vast. Zo te horen hebben de trucks binnen ook onze hulp nodig. Robots, kom al. We zitten vast. Help. Drie trucks zitten vast in de lijm. Hoe moeten we ze redden? Lijm blijft spuiten. Wij komen helpen! Vrienden! Jullie zijn er! Dat klopt! En wij gaan jullie helpen om die trucks uit de lijm te halen. Kijk, die lijm spuit uit die kapotte pijpen. Als we de pijpen dichten, dan stoppen ze met spuiten en dan kunnen we de trucks redden. Goed plan, AJ. Kom op, dan gaan we samen op zoek naar iets waarmee we de eerste pijp kunnen dichten. Zo te zien hebben we een plaat nodig in deze vorm. Welke van deze metalen platen heeft dezelfde vorm? De blauwe, ja! Hier, Blaze! Gooi maar naar me! Die pijp klaar! Wauw, ik zal je bevrijden! Hoera! Bedankt, robots! Red mij ook! Kijk jongens, nog een truck die vast zit in de lijm. Om deze truck te redden, moeten we die pijp daar dichten. Dat gat heeft deze vorm. Dus gaan we op zoek naar een metalen plaat met dezelfde vorm. Welke plaat heeft dezelfde vorm? De groene, ja! Ja! Hier, Zeg, vangen! Zeg! Jij nu veilig. Er zijn er nog twee die onze weg blokkeren. Hé, misschien kunnen we dit grote houten blok naar ze toe rollen.
Wat denken jullie? Als we tegen het blok duwen, zou het dan wegrollen? Kijk maar mee! Nee, het blok wil niet rollen. Dan moeten we op zoek naar iets anders. Hey! Wat denken jullie van deze enorme rot die ik hier heb? Goed idee, Darrington. Als we tegen die rots duwen, zou hij dan wegrollen? Oké, we gaan het zien. Ja! Ja! De rots rolt weg! Nu is er nog maar één kolossale bewaker over. Hey, kijk! Misschien dat we dit naar hem toe kunnen rollen. Wow, heel grote watermeloen. We gaan voorspellen. Als we tegen de watermeloen duwen, denken jullie dan dat hij gaat rollen? We gaan het zien. Het gouden geschenk! Oeh! Oh, maar Crusher is er al bijna! Het gouden geschenk is voor mij. Mij! Oh, niet goed! We kunnen Crusher niet van ons laten winnen! Dan is het dus tijd voor lichtsnelheid! Wil je dat we met lichtsnelheid gaan? Zeg dan knallenblees! Niemand kan nu het gouden geschenk nog van me afpakken! Komen jullie mee, jongens? We moeten de olifantjes redden. Werp, Hengel! Werp! We hebben haar! Dan gebruiken we nu de werphengel om kleine Annie met heel veel kracht uit de kauwgom te trekken. We draaien de werpmolen 3 keer. Tel je mee tot 3? 1, 2, 3! Wee! Ik heb je, Annie! Joehoe! Oh, nee. Ik ben hier! Oeh, kijk! Daar is kleine Ollie! We komen eraan, Ollie! Werp, Hengel! Werp! Oké! Ollie zit in nog kleverige kauwgom. Dus om hem eruit te kunnen trekken, draaien we de zwengel deze keer 4 keer. Tel je met me mee tot 4? 1, 2, 3, 4! Veilig, Ollie! Nu hoeven we nog maar 1 olifantje te redden. Kleine Ellie. Help! Ik zit vast! Werp, Hengel! Werp! Hoera! Ellie zit vast in de kleverigste kauwgom. Om haar eruit te trekken, draaien we de werpmolen 7 keer. Tel je mee tot 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Ik heb je, Ellie! Yeah! Oh, graag gedaan, kleintjes. Kom nu maar mee, jongens. Dan gaan we op zoek naar de rest van onze vrienden. Ja! In plaats van op ons te jagen, eet hij nu een wortel. Kijk je mee? Er waren 8 beren.
Maar één hebben we net een wortel gevoerd. We gaan tellen hoeveel beren er nu nog zijn. Tel je mee? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! 7 hongerige beren! En daar zal je ze hebben! Er zaten 7 beren achter ons aan. Maar Stripes heeft net 3 beren wortels gevoerd. We tellen hoeveel beren er nu nog zijn. Tel je mee? 1, 2, 3, 4. 4 beren. En daar heb je ze. Kijk je mee? Er zaten 4 hongerige beren achter ons aan. En we hebben 4 beren wortels gevoerd. Hebben we nu alle hongerige beren gevoerd? Ja! Oké! Woehoe! Het is ons gelukt, jongens! Mooi werk, graafmachine Stripes! Wel, je weet wat ze zeggen. Luister goed, het is echt waar. Een goed team krijgt het voor elkaar. Oh, ja! Wow, moet je zien wat een mist. Het wordt nu toch wel erg lastig om te zien waar ik heen ga. Modder? Dank je. Oh, dit is plakkerig. Echt heel plakkerig. Ik kom er niet meer uit. Te mistig. Wow. Oh nee, Zack ook vast. Dit is verschrikkelijk. Hoe krijgen we nu onze snoep terug? We zitten vast in de modder. Alle moeren, maak je geen zorgen. We krijgen jullie er wel uit. Maar Lees, hoe kunnen we ze nou redden in deze mist? We kunnen niet eens zien waar ze zijn. Ik weet iets. We gebruiken schaduw om onze vrienden te vinden. Zie je? Het licht van de maan schijnt naar beneden. En alles dat het licht blokkeert, maakt een schaduw. Hé, jongens, ik ben hier. Dat klinkt als Starla. Kom mee, we gaan op zoek naar haar schaduw. Onthoud, Starla is verkleed als een heks met een hoge, puntige hoed. Waar zien jullie een schaduw die lijkt op een hoge, puntige hoed? Daar, ja! Goed gezien! We hebben Starla gevonden! Phew! Bedankt dat jullie me gered hebben! Jongens, ik zit hier. Dat klinkt als Stripes. We gaan op zoek naar de schaduw van Stripes. Stripes is verkleed als piraat. En bij zijn kostuum hoort ook een zwaard. Zien jullie een schaduw die lijkt op een zwaard? Daar, ja! Oké dan. Hebben ze. Een perfect moment voor mijn ambulance ijsbekwerper. Wow. Kom op, hulpverleners. We gaan die bolle lava afkoelen. Kijk uit, ambulance team. Lava, het komt deze kant op. Laten we eerst tellen hoeveel lavabollen er zijn. Dan kunnen we ze afkoelen met onze ijsbeks. Tel maar mee. 1... 2, 3. Dan werpen we 3 ijspacks. Yeah! Het is gelukt. De ijspacks hebben de lava afgekoeld. Voorzichtig, Blaze. Daar komen nog meer hete lavabollen. We tellen hoeveel het er deze keer zijn. Tel maar mee. 1, 2, 3, 4. We werpen 4 ijspacks.
We hebben ze! Kijk, daar is de laatste vulkaan. En die spuugt de meeste lavabollen van allemaal. Tellen jullie weer met me mee? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 icepacks, kom voor elkaar. Oké. Het is gelukt. De hete lava is afgekoeld. En kijk, daar is Stripes. Het ambulance-team, daar zijn jullie. En dat is niet alles, Stripes. We hebben hier iets om de pijn van de bult op je hoofd te verzachten. Een icepack. Jullie hebben gelijk, ambulance-team. Met dit icepack is de pijn direct veel minder. Oh, en kijk, mijn bult. Hij is weg! Fijn dat je je beter voelt, Stripes. Dankzij jullie, ambulance-team. Dag, Stripes! Fijne dag! We proberen een andere instructie. Spring vooruit, spring vooruit, spring vooruit, spring naar rechts. Breng deze instructie, Blaze, naar het aapje. Ja, deze instructie vertelt Blaze precies wat hij moet doen. Ik heb de instructie. Vooruit. Spring vooruit. Spring vooruit. Spring vooruit. Spring naar rechts. En stop. Oké, we hebben ze gered. Hou jullie vast, aapjes. We brengen jullie naar een veilige plek. Goed gedaan, Blaze! Alle dieren zijn veilig! Tjoewee! Ik wou dat er een manier bestond om die vulkaan dicht te maken. Ja, dan hoeven de dieren zich geen zorgen meer te maken over de lava aan de vulkaan. Dat klopt. Maar waar vinden we iets dat groot genoeg is om een vulkaan dicht te maken? Oeh, deze grote rots van Zeik hier! Wow! Watson, de bumpers! Die is perfect! Jongens? Als we de vulkaan dicht willen maken, dan moeten we volgens mij snel zijn. Want er staat op uitbarsten! Kom op, robots. Het is tijd voor lichtsnelheid. Wil je dat we met lichtsnelheid gaan? Roep dan knallenblaze. Knallenblaze! Zo te zien is er geen noodgeval dat wij niet aankunnen. Want wij hebben robot... Wow. Wel alle wereldoppen. Moet je al die lasers zien? Zeg vindt lasers niet zo eng. Oké, wel eng. Ja, we moeten voorzichtig zijn. Een laser is een krachtige lichtstraal. En dat licht bestaat uit fotonen. De fotonen in een laserstraal hebben zoveel energie dat ze door dingen kunnen snijden. Maar als fotonen iets glimmends raken, zoals een spiegel, worden ze van richting veranderd. Een spiegel? Bedoel je zoals deze spiegel? Stripes, die is perfect! Ja, probeer maar. Oké. Cool, de laserfotonen kansen terug. Jullie pakken me toch niet, lasers! Het is me gelukt! Het is hem gelukt! Tjoewee, dat wil ik ook wel! Zeg ook! Yeah, pak maar iets glimmends om de lasers terug te kaatsen.
Misschien lukt het met een van deze dingen. Welke van deze dingen reflecteert als een spiegel? Een lepel, een pak melk of een wafel? De lepel! Juist! Oké, lepel. Je weet wat te doen. Lepel! Jip, jip, jip! Ha! Yeeha! Doei, doei, lasers! Ha-ha! Yeeha! Goed gedaan, jongens! Bedankt, lepel! Kom op, Blaze. Nu is het onze beurt om de lasers te trotseren. Eens kijken wat we hebben. Welke van deze voorwerpen reflecteert als een spiegel? Het boek, het broodje of de koekenpan? De koekenpan, ja! Oké, Blaze. We zullen die lasers eens even een poepie laten ruiken. Yeah! Kijk, de kampioenschapstrofee! Trofee, kom eraan! En daar heb je Crusher! En zo te zien heeft hij de pijlen te pakken! Niet als wij hem eerder hebben! Kom mee, monsterwielen! Ik ben net een slaaf! Hey, dat klinkt als... Ik ook! Haha, de snelle magie werkt! Nu kunnen we weer lekker verder racen! Spiegeltje, spiegeltje, vertel mij vlug, word ik ooit weer de snelste monster terug? Koningin, snelheid is niet alles, zeg ik als bediende. De allerfijnste race je namelijk met vrienden. Vrienden? Magische spiegel, je hebt gelijk. Oh, Blaze. De koningin. Ik vroeg me af, vinden jullie het leuk als ik met jullie mee race? Maar natuurlijk, koningin Snelline. Oké! Er is altijd plek voor een extra vriendin. Nou, maar dat is prachtig. Kom op, vrienden. Dan gaan we lekker snel met z'n allen. En het snelst van allemaal. Zelfs van sneller dan het licht. Woo, woo. Echt het snelst van allemaal. Oké. Reizen als een bliksem schicht. Echt het snelst van allemaal. Ik zeg geen nee. Echt het snelst van allemaal. Wie reist er mee? Echt het snelst van allemaal. Woo. Echt het snelst van allemaal. Blaze speelt met een volume van 3. En het volume van een slaapliedjesmachine is 2. Welk volume is hoger? 3 of 2? 3! Ja! Dat betekent dat Blaze zijn bron luider is dan de machine. En kijk, onze vrienden worden wakker. Goedemorgen, jongens. Oh nee! De slaapliedjesmachine speelt nu nog luider. Het volume van de muziek is nu 6 en dat van Blaze is 3. Welk getal is hoger? 3 of 6? 6. Dat betekent dat de muziek luider is dan de brul van Blaze. Slapen. En nu vallen de dieren dus weer in slaap. Om ze wakker te maken, moeten we nu dus extra hard brullen. Helpen jullie me extra hard te brullen? Roep roar! Wow! Blaze brult met een volume van 10. En het volume van de slaapliedjesmachine is 6. Welk getal is hoger? 10 of 6? 10! Ja!
Dan is Pleister sluider. Yeah! Ik heb zo raar gedroomd. Ik ben blij dat iedereen weer wakker is. Bedankt, Blaze. Je hebt ons gered van die slaapliedjesmachine.